Hallo, vandaag heb ik mijn rode beret op, want het is vandaag de dag van Sprookje. Sprookje, en bij Sprookje denk ik dan altijd gelijk aan Roodkapje. Maar wat past er nog meer bij Sprookje? Laten we sprookjesfiguren gaan tekenen. Doe je mee? De dag van het sprookje. Ja. Waar denk ik als eerst aan? Een sprookjesboek. Dus sprookjes. Ik ga even andere stift pakken. Deze stift doet het niet goed. Zie ik alweer. Nou, dat is een beetje wat nou leuk is. Als je hier nou twee ogen zo van maakt. Zo. En letters een beetje versieren zo. Eigenlijk zit ik nu alweer te klein te tekenen, maar. Zo. Sprookjes. Nou, dan zit dat in een leuk kader zo. Kijk, zo kan je op een hele makkelijke manier eigenlijk een kader maken ergens omheen. Nou, denk je, wat gaat het nu worden? Ja, nou, ik ga hier een sprookjesboek van maken. Zo. Dan wil ik hier. Zo. Hier wil ik. Als je zo'n oud sprookjesboek hebt, dan zitten daar van die dikkere rand zit er zo omheen. Ja, we kunnen hier natuurlijk ook nog allerlei versiersels zo aangeven. Zo. Doe het daar natuurlijk in spiegelbeeld. Zo. Ja, je kan het boek natuurlijk zo gek mogelijk versieren als je zelf wil. Nee, zie, ik ga hier nu al fout. Dit is net andersom. Maar goed, maakt niet zoveel uit. En je kan hier nog. Ik kan van die diamantjes op zitten. Allerlei manieren kan je zo'n boekenkaft versieren natuurlijk. We kunnen hem ook nog een beetje 3D maken als we willen. En zo. Kijk, dan hebben we hier inhoud de bladzijden. Dat is niet zo heel makkelijk. Zo. Misschien moet je dat iets breder houden. Nou, hieronder zou je nog een soort afbeelding kunnen maken van een landschap zo, met een boom. Nou goed. Zo. Een soort schaduweffect erin, schaduwtekening.
deze. Kan je natuurlijk op een leuke manier versieren. Ik vind het best wel al een sprookjesboek zo. Hier, dit kan een vogel zijn, maar dat kan je natuurlijk ook een draak van maken in de lucht. Zo. Dat is meer een draak. Ja, dit is een sprookjesboek. Wat kun je nog meer verzinnen bij sprookjes? Nou ja, je kan natuurlijk ook sprookjesfiguren gaan tekenen. Deze kennen we. Als ik dit teken, dan weet je ook gelijk wie ik bedoel. Dat is duidelijk, hè? Wie is dat? Ja, dat is Pinocchio natuurlijk. Ja, verzin het maar. Als ik dit teken. Dan weten jullie ook wat ik bedoel. Ja, dat mutsje moet natuurlijk eigenlijk dan rood zijn. Dat is een mandje onder de arm. Spullen voor oma. Rood kapje. Nou ja, wat hebben we nog meer? Sprookjesbos. Natuurlijk de. Paddenstoelen. Rood met witte stippen. Nou, een paddenstoel. Kunnen natuurlijk ook nog een kabouter tekenen. Nou, we beginnen natuurlijk met zijn puntmuts. Zo. Hopla. Neus. Ja, en dan heeft hij natuurlijk een baard. Zo. Je mond. Nou. Goed, verzin zelf nog wat sprookjesfiguren en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!